Verwarde personen in Nijmegen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een persoonsgericht plan, maar falen daar tot nu toe in. Deze week luidde de politie al de noodklok. Het enige handvat wat de politie heeft is het arresteren van een verward persoon die voor overlast zorgt. Na de arrestatie zitten deze mensen in de cel zonder de juiste medische hulp. De politie heeft aangegeven deze aanpak niet meer te willen uitvoeren. Het beleid wat de gemeente moet gaan uitvoeren is bij de overheid nog een ontwikkeling. Dit betekent dat verwarde personen nu tussen wal en schip belanden. De gemeente probeert hiermee om te gaan door de communicatie aan banden te leggen. In een rondgang langs de gemeente en GGZ-instellingen kwam dit beeld duidelijk naar voren. GGZ-instanties gaan niet in gesprek over het onderwerp. Alle communicatie verloopt via de gemeente. Het beeld wat gegeven wordt door de gemeente is minimaal en troebel. Een interview met een forensisch psychiater over dit onderwerp is te vinden op n1.nl. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.